Hoi, in deze video ga ik je laten zien hoe je dit patroon haakt. Ik ben zelf met een hele brede sjaal nog bezig. In deze sjaal gebruiken we alleen maar stokjes en een kettingsteek voor de opzet. En ja, ik vind zelfs het mooiste dat hij, als je een garen gebruikt, wat een mooi kluffelloop heeft. Want dan zie je die golfjes zie je mooi. Maar ik ga je laten zien hoe ik dit doe. Oké, voor die sjaal die ik net in de intro heb laten zien, daar heb ik deze yarncake voor gebruikt. Maar we hebben net een proefopname gemaakt en dit donkere, wat donkere garen is een beetje lastig om het te laten zien. Dus ik ga nu de steek uitleggen met een wat ander en wat lichter en dikker garen. Maar het principe is gewoon hetzelfde. Je begint met het opzetten van een rij met kettingsteken. En dat doe je met een naald die dikker is dan waar je de rest mee gaat haken. Nou, in dit geval heb ik een 7 mm voor de opzet en een 6 mm voor de rest van het werk. Check altijd eventjes zelf met een klein stukje. Haak een klein stukje met het patroon en dan zie je ook vanzelf of je ja, een andere formaat haaknaald voor je opzet nodig hebt dan 1 of 2 centimeter of millimeter groter. Oké, weet je wat, ik ga gewoon beginnen. Dit is een instructie en zoals ik het ga uitleggen, ik gebruik veel steekmarkeerders. En dan kan je bijna niet misgaan eigenlijk met het tellen ook en zo. En ik ga het je nu gewoon laten zien en ik ga je nu eerst de opzet laten zien. En nu ga je een veelvoud van 12 steken ga je opzetten. En daarbij ga je elke keer de 12e steek ga je markeren. Dus je begint met een schuifknoopje op je haaknaald te zetten. En dan ga je 12 steken maken. Dus lekker los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nou, en dan markeer ik, je kunt het nog even een keertje tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je telt nooit de steek die op je haaknaald zit. Dus nou, we maken even een steekmarkeerder. En ik zal 4 setjes van 12 gaan maken. Dus nou, daar gaat hij weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En markeer je 12e steek. En dan nog 2 setjes. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Steekmarkeren er weer in. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En ook hier weer een steekmarkeerder. En dan gaan we overswitchen naar de kleinere haaknaald bij de volgende toer.
We gaan nu met het patroon beginnen. Het zijn eigenlijk alleen maar stokjes en stokjes dubbel samenhaken en stokjes middenen. En aan het begin van de toer maak je zo'n beginstokje door drie losse te maken. Daar beginnen we nu mee. Dus we beginnen nu met het maken van 1, 2, 3 losse. En we gaan meteen een meerdering maken. En dat doen we hier in deze steek waar die markeerder zit. Dus ik zal hem even uithalen. En we haken daar gewoon een stokje. Dan vervolgens gaan we in de volgende drie steken gaan we stokjes haken. Dus het is 1, 2, oh, dat is 1. Ik ben een beetje te voortvarend met mijn tellen. Dit is nummer 2. En dit is nummer 3. Dus je begint met een meerdering, dan 3 stokjes en dan krijg je 2 minderingen. Even wat garen erbij pakken. Dus nu ga je 2 stokjes, 2 keer 2 stokjes samenhaken. Dus je begint met het eerste deel van het eerste stokje. En je gaat hem nu nog niet afmaken. Dan ga je het tweede deel van het tweede stokje maken. Die maak ik ook nog niet af. En dan ga je die 3 lusjes samenhaken. En nu heb je 1 mindering gemaakt. Dat ga je nog een keertje doen. Dus je gaat 2 minderingen maken. Dus eerst weer het eerste deel van het eerste stokje. Het eerste deel van het tweede stokje. En nu heb je weer eentje samengemaakt. En dan ga je de andere kant doen. Dan ga je weer 3 stokjes ga je haken. En de volgende 3 steken. 1. 2, 3. En nu, en dat is ook elke keer je check. Kijk, je ziet hier dat je markeerder is. Maar dit is, zeg maar, van deze set je laatste steek. En daar ga je een meerdering in maken. Dus je gaat nu in deze steek, ga je 2 stokjes haken. Dus dit is nummer 1. En je gaat nog een keer in diezelfde steek. Ga je nog een keertje in. Nou, en wat is nu de grap? Wat ik dan elke keer doe, dan haal ik dus die steekmarkeerder, die haal ik uit de vorige toer. En ik verplaats die steekmarkeerder naar deze steek toe. Nu ga je het nog een keer herhalen. Dus je gaat nog een keer een meerdering maken. Dus 1, 2. Je gaat vervolgens ga je 3 stokjes maken in de volgende 3 steken. 1, 2, 3. Dan ga je dus 2 keer weer een mindering maken door 2 keer 2 stokjes samen haken. Dus dat is het eerste deel van het eerste stokje. Het eerste deel van het tweede stokje. En dan maak je hem af. Dus dat is de eerste mindering. En dan ga je dat nog een keertje doen. En dan weer 3 stokjes. In de volgende 3 steken.
En dan ben je weer vlak voor je markeerder aangekomen. En dan weet je weer van, oh ja, daar moet ik die meerdering maken. Dus 2 steken hierin. Nou. Dan kun je ook tellen. Je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stokjes hier steken heb je gemaakt. En dan kom je hier bij je markeerder. En als je daar weer telt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dit is die 12e waar dat, die eerste 3 begin los zijn gemaakt. En dan ga je nu weer, je bent dus hier weer bij een herhaling, aan het einde van een herhaling geweest. Dan zie je dus weer van, oké, dit is mijn begin van mijn volgende herhaling. Dan haal je hier je steekmarkeerder uit en dan doe je hem hier, doe je hem erin. En dat is eigenlijk wat je elke keer gaat herhalen. Dus, nou, ik ga het, je kunt trouwens nu al zien, dus dat er een golfpatroon ontstaat. En dat komt door, omdat je hier die minderingen maakt en hier die meerderingen. En dan gaat het een beetje zo lopen. Dus nou, ik ga het patroon nog even een keertje herhalen. Dus nou, we beginnen weer bij een nieuwe herhaling. Die begint met een meerdering. Dus 2 stokjes in deze steek. Dus het zijn er 2. Dan, oops. Dan weer 3 stokjes in de volgende 3 steken. En dan weer 2 minderingen. Dus deel 1 van het eerste stokje, deel 1 van het tweede stokje. En deze samenhaken. En dan vervolgens nog een keer een mindering. En dan vervolgens weer 3 stokjes. Dat is 3. En dan zie je weer dat je bij de volgende, vlak voor de volgende steekmarkeerder bent aangekomen. Dus je hebt hier nog 1 steek en daar ga je je meerdering maken. En zo kun je je steekmarkeerders gewoon op een mooie simpele manier gebruiken om te zorgen dat je niet verkeerd gaat. Weet je, nu kun je ook elke keer heel simpel tellen, want nu hebben we weer 1 herhaling gemaakt. Dus dat betekent weer dat je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik zal het trouwens nog eventjes doen met een betere aanwijzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus het zijn weer 12 steken die je hebt gemaakt. Dus zo kun je iedere keer kun je gewoon weer checken, heb ik de juiste aantal steken gemaakt? Ben ik niet ergens vergeten een mindering te maken of een meerdering of zo. Weet je, dat is vrij simpel. Dus oké, ik ga het nu dus nog 1 keer doen en dan komen we straks bij het eind van deze opzetrij. En dan ga ik je laten zien bij het omkeren van hoe dat dan gaat. Dus oké, we zijn hier weer bij het begin van een herhaling. Dus we gaan hier weer eerst een meerdering maken. Even wat garen erbij pakken. Dus dat is nummer 1 en dat is nummer 2. Dus in dezelfde steek insteken. Oké, en dan gaan we weer. Dus dan zijn er vervolgens weer 3 stokjes. 1,
2. Drie. En dan gaan we weer in de volgende twee steken een mindering maken. Dus dat is nummer 1. Dat is nummer 2 van het tweede stokje. En die haken we dan samen. En dan deze nog een keer een mindering. En dan weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En nu zie je ook dat je opzet ook gewoon klopt, want je bent hier nu bij de laatste steek van je opzettoer gekomen. En hier moet je dan weer een meerdering maken. En dan kunnen we weer tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus dat klopt. En dan zijn we nu bij het eind van de eerste rij gekomen. En dan ga ik je straks zien hoe je de volgende rij doet. Volgende toer. Ik ga eerst weer beginnen met het maken van 3 keerlossen. Die telt als 1 stokje. En dan vervolgens ga ik in de eerste steek hier ga ik een stokje haken. Nou, ik haak ze altijd onder de twee lusjes door bij dit patroon. Je kunt daar ook mee variëren hoor, door te zeggen van nou, ik pak alleen één lusje. Maar in dit geval doe ik het door alle tweede lusjes heen. Dus nu hebben we een meerdering gemaakt. En dan gaan we het patroon gewoon weer herhalen. Dus hup, dan gaan we weer 3 stokjes. 3. En dan gaan we weer een mindering maken. Dus deel 1 van het eerste stokje. En je ziet elke keer, weet je. Ik kijk eigenlijk niet eens zo goed of naar die V-steken. Je hebt hier gewoon een soort gaatje waar je doorheen kan haken. Dus dat gaat eigenlijk vrijwel vanzelf. Dus nou, dit is mijn eerste mindering. Dan een tweede mindering. En dan weer 3 stokjes. En dan ben je weer vlak voor je steekmarkeerder van de vorige toer. Dus dan weet je weer dat je bij je laatste steek bent aangekomen van je herhaling, van je patroonherhaling. En dat betekent dat je daar een meerdering in maakt. Dus 2 stokjes in dezelfde steek. En dan haal je weer deze steekmarkeerder haal je eruit en die verplaats je weer naar deze steek toe die het laatst gemaakt hebt. En je kunt het dan ook tellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dan hier, dat is wel wat lastiger te zien, 12. De steek van die 3 opzet lossen. Nou ja, ik ga het je nog één keer laten zien. Dus nu ben je dus weer bij de volgende herhaling van je patroon aangekomen. Dus het is weer een meerdering. Drie stokjes, dus 1, 2, 3, dan weer een mindering, dus dat is je eerste mindering.
En dan je tweede mindering. En dan weer 3 stokjes. En dan zie je weer van, oh, ik ben weer vlak voor het eind. Dus nu moet ik weer mijn middering maken. Oeps. En nu kan je eerst weer even tellen. Dus je telt dus niet deze mee, want die hoort bij je vorige herhaling. Dus het is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus dan kun je die steekmarkeerder er weer uithalen en weer bij het eind van je herhaling plaatsen. Nou, zo ga je dus eigenlijk toer na toer na toer na toer ga je door. En ja, als je het gewoon op deze manier doet met die steekmarkeerders erbij en met het tellen elke keer, dan kun je gewoon eigenlijk niet fout gaan. En het is vooral fijn als je echt zo'n, ik heb dit, deze, die is echt heel breed. Die is 240 steken breed. Ja, en dan word je niet vrolijk als je een hele toer moet uithalen. Misschien wel bijna 2 toeren, omdat je ergens aan het begin verkeerd bent gegaan van je vorige toer. Ja, en zo, ja, je telt elke keer. Ik zal ook heel eventjes laten zien, als je soms niet meer weet. Kijk, je kunt ook aan je steken goed zien van waar je meerderingen en waar je meerderingen zitten. Kijk, hier zit een meerdering en je ziet dus ook dat die 2 stokjes, die komen uit één zeg maar omslagje of lusje van de vorige toer. En hier zie je heel duidelijk dus dat je hier 2 steken van je vorige toer hebt gebruikt, hier aan de onderkant. En dat het uiteindelijk in 1 steek heeft geresulteerd. En hier zie je dat ook. Dus ja, dat is altijd nog eventjes een visuele check voor je. Dat je, soms raai je heel eventjes een klein beetje de kluts kwijt. En dan, oh, dan kijk je eventjes naar je werk en dan zie je, oh ja, 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 ik heb hier dit gedaan. Dus, maar ja, met die steekmarkeerders erbij, ja, weet je, met deze methode kan het gewoon niet misgaan. Ik zal op mijn website de patroontekeningen er ook bij zetten. En ik zal het ook daar nog even een tutorial hiervoor opnemen. Nou, wat ik al zei, ik vind het zelf altijd het mooiste om garen met een kleurenverloop voor dit soort dingen te doen. Omdat je dan heel mooi die golfjesbeweging ziet. Want met een effen kleur, ja, dan zie je, dan valt het gewoon minder op. Zie je het ook wel, maar het is gewoon minder, minder zichtbaar. Oké, ik hoop dat dit weer een duidelijke instructievideo voor je was. Als je mijn video's leuk vindt, geef ze dan alsjeblieft een duimpje omhoog. En laat een commentaar achter, ook als je vragen hebt. En ik zou het ook heel leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal, zodat als ik weer een nieuwe video heb uitgebracht, dan word je weer op de hoogte gebracht. Oké, zie ik je weer in een volgende video.